Op 3 maart was zoals iedereen weet de dag van de gemeenteraadsverkiezingen. Van 7 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds was er gelegenheid om te stemmen. Na deze tijd moesten alle stemmen geteld worden en vanaf 1 uur of 10 druppelden de uitslagen van de stemmen per stembureau binnen. Dit duurde ongeveer tot middernacht. GroenLinks 49, SP 38 stemmen. In de tussentijd werd er een live NOS-uitzending gevolgd en waren er gesprekken met de lijsttrekkers. Hebben jullie al een beetje gerekend hoeveel zetels? Nee. Ja, een beetje doe je dat wel, maar je kunt landelijk natuurlijk wel iets omrekenen naar lokaal. We hebben hier een raad die overigens voor een groot deel versplinterd is. Er werd in spanning afgewacht tot de uitzending weer onderbroken werd met nieuwe cijfers van de stembureaus in Veenendaal. SGP 83, lokaal Veenendaal 55, 64, lokaal Veenendaal 91. Blijf toch even na voor het zaken die nog komen, maar dit waren toch de hoofdzaken die we hadden te melden. De ChristenUnie was aan het eind van de avond de grote winnaar in Veenendaal. Wij spraken met Henk van Soest nadat alle stemmen binnen waren. Gefeliciteerd. Dankjewel. Had u dit verwacht? Gehoopt. Wij hebben altijd in de campagne gezegd, als je de grootste bent en je blijft de grootste, dan ben je stabiel en betrokken. En dat is onze leus als ChristenUnie. En we hebben gezegd in de campagne, 8 zou fantastisch zijn. Maar hier zijn we heel dankbaar mee. En wat vindt u nou van het opkomstpercentage? Ik moet eerlijk zeggen dat ik in al mijn gejuich dat even gemist heb. 60% gemiddeld. Ja, vind ik meevallen. Vind ik meevallen als je kijkt naar de landelijke trend die verwacht werd. Denk ik dat wij goed scoren. Maar dat doet Veenendaal traditioneel eigenlijk wel. Het was iets minder dan de vorige keer, begrijp ik dan. Maar toch goed. Ja. Wat is het eerste wat u gaat doen als u morgen wakker wordt? Nog eens een keer goed aan mijn oor trekken. Zo van, is het nou waar? En dan realiseer ik me van, ja het is waar. En dan gaan we gewoon hard aan het werk voor Veenendaal. Gefeliciteerd en succes. Dankjewel. Er waren ook partijen die minder tevreden waren met de uitslag. Wat vindt u van het resultaat? Ja, uitermate teleurstellend. Ja. Had u dit niet verwacht? Nee, dat zei ik in het begin van de avond al. Dus ik had met 4 waren we blij geweest. Had ik ook op gerekend, zal ik maar zeggen. Landelijk politiek maakt veel invloed. Hè. Als je dit kijkt, is gewoon landelijk bepaald. Hebben we ook niet verdiend, denk ik. Hoe komt dit? Is er niet veel campagne gevoerd? Of hoe komt het misschien? Ja, campagne is genoeg gevoerd. En wij waren heel tevreden over campagne. Maar ja, je ziet echt, als je naar het resultaat krijgt, veel landelijke invloed. Dus door die kabinetscrisis is de laatste 2 weken heel veel invloed. Je zag ook elke dag landelijke politie op tv. Ja, en als je ook op de markt liep, dan ging het over Oeroeskan. En het ging over andere dingen dan over het prima uitgevoerde raadsprogramma. Buiten alle stemmen om, wat vindt u van de opkomst? Ja, dat is natuurlijk, daar hebben wij als sociale partij ook nog last van. Dus stel dubbel aan. Dus, en de opkomst, landelijk, dus ja, dan krijg je zo'n resultaat. En dat geldt voor ons in extreme mate, maar dat wisten we. Hè? Want wij gingen van 3 naar 6 toen de Partij van de Arbeid in de verkiezingen op het hoogtepunt stond. Hè, daar hadden ze virtueel 55 zetels. Dit is echt, dus 4 was ook gewoon een afspiegeling geweest, denk ik, van normale verhoudingen. Dus teleurstellend, ja. Ik vind het spijtig dat we terug zijn gaan van CDA van 5 naar 4. Dat heeft u net omgehouden, denk ik, in het totale aantal stemmen van 4 jaar geleden en nu. Of we die 5e zetel wel zouden hebben bereikt of niet. En dit jaar niet, maar de grote winnaar zijn de ChristenUnie en de VVD natuurlijk. Die hebben het goed gedaan. Had u dit verwacht? Wij hadden gehoopt dat we gelijk zouden zijn gebleven qua aantal zetels. Ja. Qua opkomst, wat vindt u daarvan? Er is ongeveer 60%. Dat vind ik matig toch eigenlijk. Jammer dat niet veel meer mensen hun stem laten gelden. Maar het is misschien ook wel een signaal dat de politiek nog veel meer de wijk en de stad in moet. Of dorp in moet. Om te laten weten wat ze voor Veenendaal kan betekenen. Wat vind je van het resultaat? Opgelucht, ja. Veenendaal is natuurlijk geen SP-gemeente, dus het is altijd moeilijk. We doen het in de landelijke peiling ook niet goed en dat speelt mee. Dus toen de eerste uitslagen binnenkwamen, toen zag ik het wel heel erg somber in. En dit is ook geen winst. Had je dit verwacht? Nee, het komt niet overeen met de geluiden die we in de straat hebben gehoord. Mensen die we hebben gesproken waren heel positief over ons. Ook heel erg geïnteresseerd. We hebben ons ook goed laten zien de afgelopen 4 jaar. Niet alleen in de gemeenteraad,
maar ook op straat. Gewoon de buurten in, bij mensen aanbellen, praatjes maken. We hebben heel veel geïnvesteerd in contacten. Dus ja, groei was voor de hand liggend. Hoe verrassend zijn deze uitslagen? Nou, wij zijn blij dat we in ieder geval op het niveau gebleven zijn, hè? Van de SGP. Vier zetels. Ik had eigenlijk verwacht, gezien de hele entourage, dat D66 wat iets verder omhoog zal gaan. Maar dat valt eigenlijk nog of mee of tegen. Het is u bent zelf tevreden? Wij zijn tevreden, ja. En wat vindt u van de opkomst? Behoorlijk. Maar die had best nog wat hoger gekund. Ja. Als je dat goed wil zien, dan vraag je toch af waar zijn de mensen gebleven. Hè? Dat is zo rond de 60% opkomst. Afwachten, ik wil vanaf deze plek de campagneorganisatie Lange bedanken.